De bewoners bij Quarijn die zitten eigenlijk nooit stil. Ze doen altijd leuke activiteiten. En vandaag gaan ze zwemmen. En ik mag mee. Heb je rug geschoren? Zeker weten. Top. Zorginstelling Quarijn ondersteunt levenskwaliteit en menselijke waardigheid voor verschillende doelgroepen. En vandaag zijn we bij het Zonnehuis in Doorn. Martin. Hey, goeiedag. Koen. Hey, Martin. Aangenaam. Hey. Jij gaat ons meenemen met zwemmen. Met wat voor mensen gaan wij op pad? We gaan met een groep mensen op pad die Korsakoff hebben. Wat houdt dat in, Korsakoff? Korsakoff is een hersenaandoening, vaak door gebruik van drank. En die kunnen niet meer voor zichzelf zorgen, dus daar mogen wij mee gaan dealen vandaag. Spannend. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ja. Leuk. Het verschilt dus wel met mensen met dementie. Ja, heel erg. En waarin dan precies? Het is vooral allemaal door de hersenbeschadiging dat ze dingen niet meer goed kunnen overzien. Maar de mensen die kunnen nog wel, die kunnen eigenlijk alles nog zelf. Alleen ze moeten geholpen worden bij het sturen van de dag. Heb jij je rug geschoren? Nee, nog niet. Ik wel. Maar ik dacht, dan kun je straks even mee helpen. Oh, nou, dat weet ik niet. Komt u? Ja. Aangenaam, ik ben Koen. Joris. Aangenaam. Ik heb een beetje zo'n schoolreisgevoel. Dat heb ik nou elke dinsdag. Bent u een beetje gespierd? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Ik ben maar op één plaats gespierd. Daar zijn we voor. De gemeente is veel relaxter. Zin in? Ja, ja. Hoe vindt u het om al die dingen te doen hier zo en de dingen die ze hier doen? Nou, ze doen het best, ze organiseren het. Ze doen het best. Ik heb ook in een ander thuis gezeten. Ja, en daar gebeurde heel weinig. En wat is nou uw favoriete activiteit? Ik ga hier ook bij ons over de kippen, dat vind ik wel leuk. Oh, wat leuk. Dus iedere dag voer ik de kippen, dan kijk ik even zijn eieren leggen en zo. Met deze mensen werken en met de andere doelgroepen waarmee ik werk, dat is echt bijzonder. Deze mensen die hebben een hele aparte aanpak, maar wel een hele leuke aanpak. En zoals je vandaag hebt gezien kun je heel veel leuke dingen met ze doen, maar moet je wel altijd alert blijven. En dat maakt het werk leuk en afwisselend. Zelf mag je je eigen taart versieren, dus je kan er iets heel leuks van maken als je dat wil. Scheert u uw rug haar ook voordat u gaat zwemmen? Nee. Oh. Ik scheer alleen niet 's ochtends. Oh. Ik heb wel een baard gehad, maar die is eraf. Ik heb zo'n leuke tijd gehad. Ontzettend bedankt, man. Ja, helemaal goed. Jij ook bedankt. Ja. Leuk dat jullie mee waren. Sorry. Ik ben helemaal ontspannen. Het was superleuk om te zwemmen met deze club. En ik zeg, volgende week weer.